Dijkstra. Rob Beyer. Ga zitten, Rob. Dankjewel. Hoe gaat het? Ja, gaat wel goed. Jawel. Oké, okay. Mooi. Ik ben Martine Efting Dijkstra. Ik ben een assessor op de Hogeschool Leiden. Ik heb begrepen dat jij wat vragen hebt met betrekking tot je studiekeuze. Ja. En daarom ben je vandaag hier. Vandaag wil ik er eigenlijk het doel van het gesprek is om wat meer informatie te verzamelen over wat er precies bij jou speelt en hoe ik jou verder kan helpen. Wat de gewenste stappen zijn om je verder te helpen bij je studiekeuze. Okay. Wat wij hier bespreken is vertrouwelijk, het blijft tussen ons. Mocht het nodig zijn om gegevens te delen, dan zal ik dat eerst met jou bespreken. Ja. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. We hebben er ongeveer een uur de tijd voor. Ik hou de tijd in de gaten. Mogelijk maak ik wat aantekeningetjes voor mezelf. Maar die zijn ook gewoon alleen voor mijn eigen gebruik. Mm-hmm. Nou, vandaag zal ik je wat vragen over de opleiding, hoe dat gaat. Eventuele activiteiten die je naast de opleiding hebt, zoals werk of hobby's, sport, je thuissituatie. Dus dat komt allemaal aan bod vandaag en dan aan het eind. En zal ik kijken wat dit gesprek heeft opgeleverd en wat ik voor je verder kan doen. Oké. Okay. Is dat duidelijk voor jou? Jawel, jawel. Maar ik had ook begrepen dat er iets met testen zou zijn. Oké, okay, ja. Nou, het zou kunnen dat we inderdaad dat het nodig is om testen af te nemen, maar dat hangt eigenlijk helemaal af van dit gesprek, wat eruit naar voren komt, wat het eigenlijk precies jouw vraag is. Okay. En mogelijk volgen er dan testen, dat zal ik dan aan het einde van het gesprek laten weten. Maar het kan ook zijn dat ik je beter kan doorverwijzen, misschien naar iemand anders, of dat we tijdens het gesprek al tot een bepaalde duidelijkheid kunnen komen en dan is dat misschien helemaal niet nodig. Okay. Dus vandaag gaan we niet testen, maar dat zou een eventuele vervolgstap zijn. Oké, okay, prima. Ja. Goed, nou dan gaan we beginnen. Kun je iets vertellen over de opleiding, hoe het gaat? Ja, het gaat op zich wel goed. Ik haal mijn vakken wel, maar meestal met een zesje, dat houdt niet heel erg over, maar ja, ik haal ze wel. Mm-hmm. Oké, okay, dus je zegt het gaat wel, maar ik haal voldoendes, mm-hmm. maar het zijn niet hele ruime voldoendes. Hoe komt dat? Nee, ik merk toch dat het moeite kost om heel erg gericht met die studie bezig te zijn, om te leren, om die boeken te pakken. En ja, dan besteed je gewoon minder aandacht aan zo'n tentamen en dan haal je lagere cijfers. Ja, ja. Dus ik merk dat ik het wel kan, maar ik kan me er zelf niet helemaal toe zetten. Je kan er niet zo goed toe zetten om echt te gaan leren. Nee. En heb je een idee waar dat mee te maken heeft, hoe dat komt dat je het moeilijk vindt om jezelf daarvoor te motiveren? Nou, het lastige is, ik dacht altijd van toegepaste psychologie, van oké, okay, daarmee kan ik dan mensen helpen. Alleen merk ik dat er niet zo heel erg in zit. We moeten een voorlichting maken. Mm-hmm. Ik snap ook wel dat er dan ook wel bij hoort. Mm-hmm. Maar ik zou liever mensen echt gewoon willen helpen. Ik denk dat ook een beetje voor zorgt dat ik het... Dat ik het niet altijd allemaal even leuk vind. Ja, ja, dus als ik het goed begrijp, dan voldoet de studie niet helemaal aan de verwachtingen die je vooraf van de studie had. Nee, dat klopt. Ik vind het wel leuk, want ik vind het allemaal heel interessant, alle onderwerpen. Ja. Maar met die projecten, dan heb ik zoiets, ja. Daar doe ik het niet voor, om het zo maar te zeggen. Ja, oké. Okay. En wat mis je wat je... Waar je eigenlijk wel van tevoren verwacht had tegen te komen? Of waar ben je naar op zoek? Dat je echt mensen kunt helpen. Zoals dit, gewoon dat je in gesprek gaat met iemand om te kijken, wat is nou het probleem? Waar kan ik nou mee helpen? Dat vind ik het leukste om te doen. De vrienden van mij die zeggen dat ook altijd, dat ik dat zo goed kan. Ja. Die komen altijd naar me toe. Maar dat zit er nu nog niet zoveel in. Nee, dus je zou eigenlijk liever met mensen één op één in gesprek gaan en kijken hoe je mensen zou kunnen helpen. Ja. Ja. Heb je dit ook heb je het besproken met je SLB-docent? Ja, heb ik wel over gehad. En die zegt van dat komt nog wel in andere stukken van de studie dat aan bod komt. Maar ik merk dat ik er dan nu zo tegenaan loop dat dat ik daar nu niks van merk. Ja. Ja. En hoe lang ben je nu precies bezig met de opleiding?
Ik zit nu in het bijna een derde blok. In het derde, ja, ja. Dus we gaan ruim een half jaar. Ja, ruim een half jaar. Goed. Wat is zelf jouw idee over wat je twijfelt? Wat zijn je gedachten op dit moment over je studie en hoe je daarmee verder wil? Of ik dit wel moet doen, of dat er niet iets anders is wat dan beter past bij wat ik wil. Ja. Want ik zeg altijd, dat niveau dat kan ik wel aan, maar ik moet er toch ook wel voor willen inzetten. En ik merk dat het daarin schort. En misschien dat daar dan andere opleidingen beter bij passen. Maar misschien is dit ook wel juist wel de beste. Dat vind ik heel lastig. Dus zonde om dit weg te gooien als dit misschien toch wel goed zou zijn. Ja, dus je wil eigenlijk nog eens even goed kijken of er een andere opleiding is die beter bij je past. Ja. Waarin je dit element... Ja, of dat dit het is. Of dat dit het is. Goed, nou, dat is me duidelijk. Oké. Okay. Dan gaan we verder. Dan wil ik je nog iets vragen over wat je eigenlijk je activiteiten naast. Raoul, we zijn aan het eind gekomen eigenlijk van dit gesprek. Ik heb genoeg informatie verzameld. Oorspronkelijk is je vraag geweest, past deze studie goed bij mij? Mm-hmm. Je mist het individuele contact bij de opleiding, individuele gesprekken, mensen echt concreet kunnen helpen. Mm-hmm. Dus je wil weten, is er misschien een opleiding die beter bij me past? Dat is eigenlijk jouw vraag. Ja. Klopt dat? Ja. Of een opleiding beter bij me past of deze opleiding. Of dat deze opleiding toch de beste keuze is geweest. Ja. Ja. Of dat er misschien een opleiding is die nog beter past bij jouw interesses. Precies. Goed. Ik ga mijn gegevens verwerken en dan ga ik kijken welke testen ik het beste bij jou af kan nemen om een antwoord te krijgen op deze vraag. Is er een studie die misschien beter bij mijn interesses past? Ik ga je daarvoor apart nog een uitnodiging sturen. Okay. En dan kan je de testen maken. Op basis daarvan maak ik dan een rapport ervan, een verslag met een advies richting jou. En daarvoor zal ik je dan nog een keertje uitnodigen om dat rapport te laten zien en om je een advies te geven. Oké, okay. En die afspraak die komt dan nog? Ja, eerst maken we een afspraak voor de testafname en daarna maken we nog een afspraak om de uitslagen te bespreken. Oké. Okay. Is het duidelijk? Ja, prima. Wat de volgstappen zijn? Helder. Oké, okay, goed. Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Dankjewel. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt.